Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag ga ik wat vier slimes laten zien. Vijf ga ik er laten zien. Eentje moet ik even in mijn tas pakken en daar beginnen we dan ook gelijk mee. En dat is eentje met redelijk wat glitter. En hij is een beetje rood, bruinig en hij is best wel mooi. Hij zit in dit vakje. Ja. Ja, hij zit in dit pakje. Yay. Oeh. Oké, die oeh was echt heel raar. En ja. Oké, deze is redelijk hard geworden. Ik weet het ook niet hoe, maar hij zinkt echt enorm. Maar oké. Dit is hem. Er zit redelijk wat glitter in, maar het is helemaal niet zo lekker meer. How did it happen to me? Terwijl het eigenlijk een heel lekker slijmpie was. En ik dacht dat dat nog steeds was. Maar crying, dat is het dus niet. Dus ja, deze van. Even daarvan staan. Dan gaan we door naar een soort van cloud slime. Het is niet een mand. Je weet zeg maar dat ding kerst, daar heb je gewoon een kerststukje. En dat had per ongeluk toch al in de zon laten staan, dus toen werden het kruimels. Dat heb ik in dit slijm gestopt. En toen werd het cloud slime. Dat is redelijk, ik kan het wel eventjes. Het is redelijk. Cloud slime. Yep. Even kijken, ik ga een swirl maken. Er komen wel veel balletjes uit, man. Dus ik zet hem even terug. En dat was deze. Dus ik kom ook in de hoek. Oké, volgende is. Deze blauwe. Deze is redelijk normaal. Er zitten redelijk wat glittertjes in. En bij niemand plakt deze. Alleen bij echt mensen die echt hele warme handen hebben. Dus zeg maar echt gewoon dat je bijvoorbeeld je knuffels houdt dat met een minuut echt warm is. Oké, maar dit is hem dus. En het is een blauwe, blauw-paarsige kleur. En echt heel mooi. Oh my god! Jee. Hij ruikt op zich ook nog wel oké. En hij is echt super stretchy. En Jessen heeft dus wel warm handje. Want toen voelde ze deze en deze plakt niet echt bij haar, dus daarom zei ik dat hij niet zo plakt. En hij is echt heel mooi en stretchy. En en ja. Oké, dat was deze slijm. Dat slijm. En dan gaan we nu door naar een fluffy slijm. Dit is een mengelmoes van een paar slijms. En er zitten dus balletjes in. Mini-balletjes. Ik ga hem gewoon meteen uithalen. Deze is niet plakkerig, alleen als je niet de warme handen hebt. En deze is grijs. Een beetje met een. Ja, een beetje met een. Met een beetje een blauw gloedje of zo. En hij is echt super mooi en super fijn. Ik kan hem eventjes laten zien van dichtbij. Eventjes inzoomen. Oh nee, kan niet. Oké, ja. Echt een heel mooi slijmpje. Echt heel mooi. Nou ja, van afstand
ruik je de slijm niet per se, maar hij ruikt niet heel lekker meer. Hij stinkt zeg maar niet naar schimmel, maar ik bedoel, de scheurschuim ruikt niet meer zo heel lekker. Dat heb ik heel vaak wel eens met mijn fluffy slijm. Dan is het nog wel goed, zit er geen schimmel op, maar zeg maar, dan ruikt het niet meer zo lekker. En bij wasmiddel is dat niet zo snel. Dus dat was dit slijm. En dan gaan we door naar een boterslijm. Nee, het is niet helemaal boterslijm, want er zit maar zo'n brok erglee in, zeg maar. Want ik en mijn vriendin hebben deze gemaakt. En dan hadden we de erglee door de helft gedaan. En er zit ook een balletje slijm bij. Gewoon zo'n stukje heb ik erbij. En dan zitten er nog gewoon balletjes in, zeg maar. En het is gewoon geen fluffy slijm. Het ruikt echt lekker, want het is met wasmiddel gemaakt. En het is zeg maar met balletjes en er zit een beetje erglee in, dus het heeft een beetje een boter effect. En ik ga deze echt jullie laten genieten, want je ziet echt die balletjes erop liggen. Dus ja. Dus je ziet hieronder zitten dan geen balletjes. En ik haal daar eventjes een stukje van af, want dan kan ik dat straks eventjes laten zien. En dan ga ik nu de balletjes met het slijm mengen. Hoor dat geluid. Oké, ik ga nu een swirl maken. Oké, dat was dit slijm. Zoals je ziet is het wel een beetje boterachtig. Op mijn hand blijft er echt wel in staan. En ja, ik wilde een stuk laten zien zonder balletjes, maar er zitten wel wat balletjes in. Maar niet heel veel. Ja, en ik ga hier even een klein swirltje mee maken. Ik ben echt 2 minuten met deze bootje bij me aan het spelen, maar het is gewoon zo lekker. I can't handle that. Oké, dit is de swirl. Ja, dat is het. En dan stop ik het weer terug in het bakje. En het slijm heb ik met Jessie gemaakt. Zo, ziet er mooi uit. En bakje dicht. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk het slijm. Doe een duimpje omhoog, abonneer beneden en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!